are in Abu Dhabi. Each and every event in the Formula 2 calendar has led us here to this, the final event of the championship, and one that promises to be a spectacle every bit as exciting as we might have hoped. So the Yas Island circuit offers 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are a few opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places, turns 8 and 11. Plenty of close racing then, plenty of speed, and plenty of excitement for the fans, no doubt. Joining me for one last time here this year is Davide Valsecchi. Davide, I'm glad you're here, because I think I'm going to need help processing all this. Surely, this is as exciting as it gets. Yeah, you're right, Alex. It's the perfect finale. Two drivers, rivals of season, now going into the final race, tied on points. Both way out in front at the top of the standings. Meaning whichever of these two drivers cross the line first will be crowned champion. I can't wait. En daar jullie mensen van Dutch Gaming. Elke week een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Vooral CD tot dat duimpje af te kijken. En dat was de abonneren. Van mij natuurlijk. Vandaag zijn we aangekomen bij de carrière van Jordi. Jordi doet het best wel goed op deze carrière. Altijd uit de auto natuurlijk. En we hoeven geen pitstops te maken zoals we zien. Op mijn carrière moest. Je moet zeggen Devin Butler verslaan. In Abu Dhabi. En dan heb je de hele race voor. Ja, er staat ook objective score more points than Devin Butler. Want Butler staat. Je staat gelijk met punten met Butler. Alleen Butler staat net een plaats voor je. Op mijn carrière ben ik wel kampioen geworden. Dus kijk als het Jordi gaat lukken. Hij is Norris in ieder geval voorbij. En dan komt Fuoco aan. En die tikt Jordi tegen Weber aan. Waardoor Jordi Weber voorbij is. En Fuoco ook Weber voorbij is. Slecht gedaan van de rijder Fuoco. En Jordi kon hier eigenlijk vrij weinig aan doen. Jordi die hier de curb neemt en daar even extra voor moet de rem, anders hier anders heel wijd komt en dat de auto dan gaat vliegen. Weet ik alles van. Dan gaat Jordi op weg naar Zeta Camara in de call-in. Jordi wil hem heel graag voorbij. Maar gaat het hem ook lukken? Dat is natuurlijk de vraag. Jordi die is hier ook niet veel sneller of zo. Fuoco zit daar tegen. Wel dicht achter Jordi. Maar ook komt niet dichterbij. Dan komt Jordi wel dichterbij en denkt ik zet hem ernaast. Maar dat lukt niet. En daardoor krijgen we Jordi een warning voor XT. De track limits. En dan Jordi klipt alle kanten op. Jordi is wat sneller dan Zeta Camara, maar niet vele malen sneller. Dus ik denk, zou niet verwachten dat Jordi hem hiernaast zet. Hij zet hem er toch naast. En Zeta Camara is gezien. Jordi vliegt trouwens alle kanten op. Ja, dat is zo. Weten we in ieder geval wel te houden. Inmiddels aangekomen bij Devin Butler. En Devin Butler is ook voorbij. Gezien in ieder geval door Jordi. Dan Alexander Albon natuurlijk. Degene die in de Formule 1 in Toro Rosso rijdt. Rijdt hier volgens mij ook in Carlin. Markloff rijdt in Russian Time. En ik zou niet weten waar Albon rijdt. Mij niet uit. Alexander Albon moet er denk ik sowieso aan gaan geloven. Daarna nog Arthur Markelov die er ook waarschijnlijk aan moet gaan geloven. Devin Butler daarentegen komt er niet echt aan te pas bij Jordi. Komt er niet eens in de buurt. En Jordi die heeft geleerd van zijn fout en zet hem hier niet naast. Jordi die problemen heeft met de grip van de Formule 2 auto zoals we zien. Jordi die klipt heel vaak weg. Net zoals in het vorige stukje ook wat net is weggeknipt, ging Jordi daardoor wel wijd. Hij wist hem wel te soort van te houden. Hij spinde niet, waardoor hij gewoon de plaats weet te behouden. Alleen een beetje wijd ging daardoor. Daarentegen kan hij wel Alexander Albon voorbij en dat lukt hem ook. En dan op weg naar degene in de Russian Time-auto, Arthur Markelov. Die natuurlijk een goed seizoen kent op zich. Nick de Vries die natuurlijk ook een goed seizoen kent in real life in de Formule 2. Ze staat eerst in het klassement en momenteel kan niemand hem voorbij. Ik verwacht ook dat hij volgend jaar in de Formule 1 zal zitten. Daar
Nou ja, praatje over real life zijn voorbij. Weer even terug naar de carrière van Jordi. Waar hij nog redelijk in de buurt van Markelof zit. Butler daarentegen heeft ook Albon ingehaald. En Jordi reed een paar sector 1 en een groene sector 2. En daar zit Jordi wel heel dicht achter de auto van Russian Time. Art en Markelof. Dus, het is alleen de nummer 1 fast lap. Maar Jordi dacht van nee, dus mijn fast lap. En hij zet hem direct naast de auto van Russian Time. Markelof die tegen de muur aankomt. En Jordi is hem voorbij. Nou, weg naar Giotto. Inmiddels zijn we aangekomen dus in lap 3. Waar Giotto veel pace verliest tegenover dat van Jordi. Zien we dan mooie vlammetjes uit de Formule 2 auto komen. Maar ja, welk Formule 1 team gaat Jordi? Wordt hij kampioen? Gaat hij naar Formule 1? Dan krijgen we allemaal antwoord op in deze video. En de vraag is, gaat hij meer punten scoren dan Butler? Momenteel dik wel. En hij zet er zelfs naast de nummer 1, Giotto. En Giotto is ook per direct hierdoor gezien. En dan in lap 11, aangezien deze race saai is en ik kan wel gaan praten en lullen wat ik wel wil, zoals Dennis wel deed in mijn carrière, kan ik dat echt totaal niet. Butler wordt wel tweede dus, maar Markelof staat 5 seconden achter Jordi. Butler rijdt er 2-3 seconden achter, gok ik op de minimap, moet een beetje gaan gokken. Maar ja, Jordi rijdt in ieder geval een fenomenale race. Gaat hij langs de Pirelli worden. Abu Dhabi natuurlijk een redelijk goed circuit waar we vorig jaar best wel getrakteerd werden op een mooi stukje in de Formule 1. Hij weet natuurlijk niet hoe dan de Formule 2 is volgend pas sinds vorig jaar. En ja, ik weet niet, ik onthoud niet alles van de Formule 2. Ik weet alleen dat Carlin, Prema, Russian Time heel mooie auto's zijn. En dan heb je ook natuurlijk ART. Maar Markelof die er dus niet aan de pas komt op zijn gele bal, de soft. En Jordi rijdt dus ook de fastest lap. Jordi die hier nu wel goed aanstuurt op deze bocht. Hij rijdt wel rode sectors, maar dat maakt niet uit. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je kampioen wordt. En momenteel staat Jordi op de kampioenschap. Butler die gaat het niet halen. En trouwens, denk ik ook niet. Kijk op de map. Het is eigenlijk gewoon best beschamelijk dat Butler er zo hard is uitgereden. Op mijn carrière is hij op 15 seconden gezet. Op 90 reed ik. En ik weet niet op welk voor niveau Jordi rijdt, maar Jordi wordt in ieder geval kampioen! Een nieuwe kampioen van de Formule 2. Mensen, ik zie jullie bij de teamkeuze van Jordi voor de Formule 1. Er waren vragen aan het start van de season as to whether they could really go all the way. But there's no question anymore. What a special year it's been. And here they are, the new Formula 2 World Drivers Champion. It was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for ART today. Talk to me, Davide. Was it everything you hoped for? Everything and more. He had it all. The rival, the tension, the excitement. These two drivers have been locked in fierce competition all season. And to see it comes down to head-to-head battle for the line like this, well, this kind of things doesn't happen very often. En Lucas Weber baalt van dat zijn teammate voor hem is geëindigd. Nou, dan zien we dat Nick de Vries op P7 staat. Lucas Weber naar 6, 5 de Sergio Sette Camara, 4 Alexander Albon, 3 Arthur Markelof, 2 Devin Butler en 1 Jordi Bunskoek op in de ART Grand Prix. Maturity.
En Dorian Boccolassi in de MP Motorsport lukt het niet, maar hij komt wel mooi vanaf een P14 op de starting grid naar een P9. Goed gedaan. En Robert Merri komt niet verder dan P14. Dan zien we de twee Japanners die ook niet verder komen dan 13 en 12. Congratulations, mate. F2 champion. Hey, congratulations. Enjoy it, because it's the last time it will ever happen. Devin, it's okay to be upset. You came very close. Yeah, we know things would have turned out very differently if I didn't get slapped with that ridiculous penalty. What is it with you and complaining? Look, somehow you managed to do a lot of things right today. That's great. You needed the win. I didn't. For me, this was always just a stepping stone to F1. Oh, you two, you two. You got your work cut out for you now that I'm gone. See, you're going to have to prove to everyone it was more than just luck that got you here. Sure. Winning one race is luck. Winning the championship is talent. Really? Next time you use that incredible talent to ram into someone and steal all their points, remember they won't be as forgiving as I am. Well, this has been a lot of fun. I got to run. Yeah, things to sign, important paperwork and all that. I'm sure you understand. Ciao! So, with this big win, you're going to be getting a lot of interest. All I can say is choose wisely, or else you might end up with someone like Devin as your teammate. Come on, let's go celebrate. Twee maanden later is onze agent in Londen bezig met contracten voor de Formule 1 en ze heeft voor elke Formule 1 team een contract. De vraag is, gaat Jordi naar het topteam? Dat kunnen we al wegschepen, dat is niet zo. Jordi heeft het ook bekendgemaakt. Zo was een gesprek blijkbaar. En dan kijken wij naar de 2019 line-up production. Ah, welkom. Come on in. Take a seat. It's time you had the big conversation about your next move. Your performance. Aangezien er veel mensen van de Formule 2 weggaan, maar ja, ik ga je even niet doorheen tetteren. Some of it more positive than others. I'm not so concerned with who does or doesn't like you. You'll have plenty of time to win the doubters over. But I am concerned with our choices. They're narrowing as we haven't shown commitment to anyone. Now, as your agent, my advice is to make your decision now. We can worry about comfort and finer points further down the line. I need you to review these. You've earned every single one of these proposals. So take your time, have a read through, and don't get too hung up on specifics. Let's get you a Formula 1 seat. Okay, nou, we kunnen dus voor Ferrari, Mercedes, Red Bull, Renault, Haas, McLaren, Spa Racing, Scuderia, Toro Rosso, Alfa Romeo, Rocket Williams Racing. Jordi gaat voor McLaren, aangezien hij ook al voor die dingen heeft gekozen. Hij gaat even naar het contract kijken. Ik heb ook niks veranderd aan het contract. Hij is tweede rijder. Nou mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dat was zeker niet dat duimpje was klikken. En dat was de abonneren voor mij natuurlijk. Laat jullie in de reacties weten wat, nou ja, wat jullie ervan vinden natuurlijk. Wat jullie van de carrière vinden. Moet het niveau omhoog? Dat denk ik niet. Maar ja, later!